بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته best brothers and best sisters in the Islam. Welkom bij een nieuwe aflevering van Wadhakkir en Farman. We zullen het vandaag inshallah met de wil van Allah subhanahu wa ta'ala we gaan het kort hebben over at-tawba. Het vragen van vergeving bij Allah subhanahu wa ta'ala nadat een persoon een zonde heeft verricht. Allah subhanahu wa ta'ala zegt: O jullie die geloven, toont Allah subhanahu wa ta'ala oprecht berouw, hopelijk zal jullie Heer jullie zonden uitwissen of vergeven. We gaan kijken wat betekent toba. Wat betekent toba? Toba betekent, taalkundig betekent het terugkeren. Het terugkeren. En islamitisch betekent het toba, dus het verrichten van toba, het terugkeren van ongehoorzaamheid van Allah subhanahu wa ta'ala naar de gehoorzaamheid van Allah subhanahu wa ta'ala. Want we weten dat als wij, ja, dat als een moslim een zonde verricht, dan hoort hij terug te keren en hoort hij, ja, Allah subhanahu wa ta'ala ten eerste te vrezen, ja, voor de bestraffing, voor de mogelijke bestraffing die hij dan kan krijgen, en dat wij om vergeving vragen bij Allah subhanahu wa ta'ala, zodat Allah subhanahu wa ta'ala, ja, zodat wij zijn weltevredenheid mogen ontvangen. En onze geleerden, mogen Allah subhanahu wa ta'ala hen zegenen, hebben gezegd dat het verplicht is dat een persoon, ja, toba moet verrichten. Dus dat hij vergeving vraagt bij Allah subhanahu wa ta'ala bij elke zonde die hij pleegt. En het vragen van toba, beste broeders en beste zusters in de islam, heeft voorwaarden. Waar een moslim zich aan moet houden, dat als hij, ja, vervalt in een zonde, ja, dat hij aan bepaalde voorwaarden moet voldaan. De eerste voorwaarde is dat als een persoon een zonde verricht, dat hij ten eerste meteen moet stoppen met het plegen van de zonde. Dat is een van de voorwaarden, ja, die een moslim moet, waaraan hij zich moet houden, zodat Allah subhanahu wa ta'ala zijn vergeving, ja, zal accepteren. Dus hij moet meteen stoppen met het verrichten van de zonde. De tweede voorwaarde is dat een persoon oprechte spijt dient te hebben. Hij hoort oprecht spijt te hebben dat hij deze zonde heeft verricht. Want Allah subhanahu wa ta'ala is natuurlijk boos op deze persoon, omdat hij deze zonde heeft, hè, verricht. En het feit dat jij spijt hebt in jouw hart, is een teken, hè, dat jij oprecht bent. Dat jij oprecht bent in het vragen van, ja, vergeving bij Allah subhanahu wa ta'ala. En als wij dat gevoel niet hebben bij het verrichten van de zonde, dan hoor je dat op te wekken, beste broeder en beste zuster in de islam. Het is Allah subhanahu wa ta'ala die jou heeft geschapen. Het is Allah subhanahu wa ta'ala, ja, wij zijn afhankelijk van hem subhanahu wa ta'ala. De reden dat wij hier aanwezig zijn, komt door hem subhanahu wa ta'ala. En er zal natuurlijk een dag komen waarin wij hem subhanahu wa ta'ala zullen ontmoeten, en waarin wij natuurlijk verantwoording moeten afleggen bij hem subhanahu wa ta'ala. Dus neem de tijd meteen om berouw te tonen bij Allah subhanahu wa ta'ala door je te houden aan deze tweede voorwaarde, en dat is oprecht spijt hebben. Oprecht spijt hebben en dit voelen in jouw hart dat je een bepaalde zonde hebt verricht bij Allah subhanahu wa ta'ala. En zoals we hebben gezegd, dat een teken is dat jij oprecht bent, ja, in het verrichten van het toba, van het vragen van, ja, vergeving bij Allah subhanahu wa ta'ala. Dat is de tweede. Bij de derde voorwaarde hebben onze geleerden gezegd dat hij de wil hoort te hebben, ja, de oprechte wil, dat hij niet meer terug zal keren naar deze zonde. Dus dat hij, ja, zijn best doet om niet nogmaals terug te keren naar deze zonde. Want hij heeft dit verricht, ja, en hij weet dat hij hiermee de toren
of mogelijk de bestraffing van Allah subhanahu wa ta'ala op zich oproept, dat hij natuurlijk alles zal doen om niet weer terug te keren. En dit betekent ook dat hij bepaalde plaatsen moet vermijden, bijvoorbeeld. Dat als hij in bepaalde plaatsen aanwezig is en hij weet dat als hij daar aanwezig is, dat er een grote kans bestaat dat hij een zonde zal plegen, dan is hij verplicht natuurlijk ook om afstand te nemen van bepaalde plaatsen. Afstand te nemen van bepaalde vrienden, want die zijn slecht voor jou. Want zij roepen jou niet op tot gehoorzaamheid van Allah subhanahu wa ta'ala. Dus dat is ook een belangrijke zaak. En onze geleerden hebben gezegd, dit is de recht die is tussen jou en jouw Heer. En Allah subhanahu wa ta'ala. En een vierde voorwaarde die zij naar voren haalde, is dat als een persoon, dat als hij, als het betreft een recht tussen twee schepsels, dus tussen twee mensen, dat een persoon bijvoorbeeld een bezit of geld heeft gestolen van een andere schepsel, is dat de vierde voorwaarde aan toe wordt gevoegd, is dat hij dit geld moet teruggeven. Dat hij dit moet teruggeven en dat hij mogelijk ook, als de situatie, naar gelang die situatie, dat hij dan ook spijt moet vragen of dat hij om vergevenis moet vragen bij deze persoon. Bij deze persoon. Dat is de vierde voorwaarde die onze geleerden naar voren halen. Bij het vragen van het toba. En zoals we hebben gezegd, Allah subhanahu wa ta'ala heeft ons opgeroepen dat wij oprecht berouw moeten tonen bij Allah subhanahu wa ta'ala. Dat wij ons moeten keren naar Allah subhanahu wa ta'ala. Middels onze verstand, middels onze harten, middels al onze ledematen, dat wij de genade van Allah subhanahu wa ta'ala willen ontvangen. Dat Allah subhanahu wa ta'ala jou heeft gezien, beste broeder en beste zuster in de islam, dat jij een bepaalde zonde hebt verricht. En dat er een dag zal komen dat je dan ook verantwoording moet afleggen. En bij toba hoort dan ook de zaken, is dat jij, dat als je berouw toont bij Allah subhanahu wa ta'ala, beste broeder en beste zuster in de islam, je ook dan ook ikhlas moet hebben. Je hoort zuiver intentie te hebben. Als je berouw hebt getoond omwille van de mensen, zodat de mensen zullen zeggen van kijk, deze broeder of kijk, deze zuster heeft oprecht berouw getoond. Dit is niet de oprecht vragen van berouw. We horen ikhlas te hebben, we horen zuivere intentie te hebben dat wij vergeven willen worden door Allah subhanahu wa ta'ala. En het maakt niet uit wat de mensen zeggen. Wat jou uitmaakt is wat Allah subhanahu wa ta'ala over jou vindt. En wat Allah subhanahu wa ta'ala over jou zal zeggen op de dag des oordeels. Wat heb jij gedaan, beste broeder en beste zuster in de islam? Nadat jij de kans had gehad dat jij berouw kon tonen, maar je hebt deze kans niet met beide handen genomen. Allah subhanahu wa ta'ala heeft jou bedekt, beste broeder en beste zuster in de islam. Je hebt een zonde gepleegd en Allah heeft het bedekt. In de zin van, andere schepsels of andere mensen hebben niet geweten wat je hebt gedaan. Maar Allah subhanahu wa ta'ala weet wat jij hebt gedaan. Is het niet van de juiste zaak dat jij dan moet terugkeren naar Allah subhanahu wa ta'ala. Zodat hij jou zal vergeven. Zodat hij jou niet verschut zal maken tegenover de gehele schepsels. En dat is op de dag des oordeels. Vanaf Adam alayhi salatu wassalam tot de laatste mens. Tot de laatste mens die heeft geleefd. Dat Allah subhanahu wa ta'ala dit bedekt voor jou. In het wereldse en in het hiernamaals. Dat het niet bekend is bij de mensen wat jij hebt gedaan. En dat Allah subhanahu wa ta'ala jou zal bedekken. En kijk hoe rechtvaardig Allah subhanahu wa ta'ala is. Hoe genadevol hij subhanahu wa ta'ala is. En natuurlijk, Allah subhanahu wa ta'ala zal jouw berouw dan ook accepteren in tijden dat berouw wordt geaccepteerd. Dat in tijden van berouw, dat je aan tijden moet houden waarin het berouw wordt geaccepteerd. En dat is natuurlijk dat een van de zaken die de profeet sallallahu alaihi wasallam heeft gezegd, is dat als de zon naar beneden gaat en de zon komt meteen weer op, dus de zon
die komt op ja, de plaats waar hij nu naar beneden gaat en meteen weer opkomt, dat zijn een van de grote tekenen dat de deuren van berouw dicht zijn. Dat Allah subhanahu wa ta'ala geen berouw zal accepteren op dat moment. Dat zijn een van de laatste grote tekenen dat Allah subhanahu wa ta'ala het berouw niet zal accepteren. En natuurlijk bij de dood. Bij het bij Sakrat al-Maut, dat als jij zal sterven en je voelt dat je ziel jouw lichaam verlaat, ja, je voelt dat je ziel je lichaam verlaat, en als jij nog enige kracht hebt om berouw te tonen, dan zal Allah dat niet accepteren. Dan zal Allah dat niet accepteren. Dus hou je vast aan het verrichten van berouw. En probeer continu berouw te tonen door veel istighfar te verrichten. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Zodat Allah subhanahu wa ta'ala jou ook zal bijstaan op jouw laatste moment. Hè, om je, dat hij jou standvastig zal maken. En dat jij hè, de shahada zal uitspreken. Dat jij hè, berouw zal tonen voor de zondes die je hebt verricht, beste broeder en beste zuster hè, in de islam. Weet ook dat de shaitaan, aduwullah, dat hij dan ook alles zal verrichten. Alles zal doen, zodat jij geen berouw zal tonen bij Allah subhanahu wa ta'ala. Hij zal natuurlijk naar jou kunnen toekomen en zal zeggen, kijk, jij verricht de zonde keer op keer. Waarom moet je weer toba verrichten? Als jij deze zonde verricht, ja, dan zal je weer toba verrichten. Is dit niet ja, hypocrisie? Nee, beste broeder en beste zuster in de islam. Jij houdt je aan de voorwaarden van toba die wij hebben genoemd. Ja? Je hebt zuivere intentie. Je hebt spijt. Je stopt meteen met de zonde. Ja? Je doet je best om niet meer terug te keren. Ja? En je verricht toba in de tijden dat de toba geaccepteerd wordt door Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hoor je daaraan vast te houden. Keer op keer. Keer op keer. Dat als je toch valt in de zonde, dat je niet tegen jezelf zegt, ja, maar dit is een spelletje. Je hoort wel je best doen dat je niet meer terug moet keren naar de zonde. Maar als je de zonde toch weer hebt verricht. En dat de shaitaan ja, deze zaak heeft versierd voor jou. En dat je toch de zaak of dat je toch de zonde hebt verricht. Keer dan altijd terug naar Allah subhanahu wa ta'ala. Keer terug naar Allah subhanahu wa ta'ala, beste broeder en beste zuster. En als je dat blijft doen, dan zal Allah subhanahu wa ta'ala jou dan ook standvastiger maken. Dat er inshallah, bi'idhnillahi azza wa jal, met de wil van Allah, dat er een dag zal komen dat jij zal zeggen, ik ga nu echt stoppen met het verrichten van hè, deze zonde. Of met het verrichten van al deze zonden. Want Allah subhanahu wa ta'ala hè, is diegene die jou ziet. En jij weet dat. Allah subhanahu wa ta'ala is diegene die jou ziet. En weet ook dat aan de andere kant, dat de shaitaan niet naar je toe komt en tegen jou zegt, oké, beste broeder of beste zuster, jij hoeft de zonde te verrichten. Waarom? Want als jij de zonde verricht, dan ga je gewoon toba verrichten. In Allah ghafur rahim. Allah subhanahu wa ta'ala is vergevensgezind. En daar moeten we ook voor uitkijken, beste broeder en beste zuster in de islam. Dat we niet een zonde gaan plegen met voorbedachte raden. Dat we zeggen, Allah vergeeft alles. Dus het maakt niet uit voor mij dat ik deze zonde ga plegen. Want ik ga toch weer berouw tonen. Ik ga toch weer vergeving vragen bij Allah subhanahu wa ta'ala. Daar moeten we voor uitkijken, beste broeder en beste zuster in de islam. Want wij horen de bestraffing van Allah subhanahu wa ta'ala naar voren te halen. Allah subhanahu wa ta'ala is heel heel streng in bestraffing. Allah subhanahu wa ta'ala heeft het hele vuur geschapen voor haar bewoners. Die haar verdienen natuurlijk. En we weten dat de moslim, ja, het kan zo zijn voor de moslim dat als hij sterft en dat als hij geen berouw heeft getoond voor bepaalde zondes en Allah subhanahu wa ta'ala heeft hem niet vergeven, dat hij dan ook, als Allah subhanahu wa ta'ala het wilt, dan kan hij deze moslim ook het hele vuur ingooien. En dat hij hem voor een periode bestraft. Maar beste broeder en beste zuster in de islam, het is al genoeg om 1 seconde in het hele vuur gegooid te worden. En dat is natuurlijk een hele verschrikkelijke bestraffing. En wij weten ook
dat het verrichten van toba, dat als jij keert naar Allah subhanahu wa ta'ala, middels jouw hart, middels jouw verstand, middels jouw ledematen, dat jij dan ook de genade krijgt van Allah subhanahu wa ta'ala. Jij krijgt de genade van Allah subhanahu wa ta'ala in het wereldse en het hiernamaals. En wat is de genade van Allah subhanahu wa ta'ala? Is dat Allah subhanahu wa ta'ala tevreden met jou zal zijn, beste broeder en beste zuster in de islam. Dat Allah subhanahu wa ta'ala jou geluk zal geven in het leven. Dat Allah subhanahu wa ta'ala jou zal redden van het hele vuur. Jou zal redden van de bestraffing van Allah subhanahu wa ta'ala. Jou zal redden dat hij jou niet belachelijk zal maken op de dag des oordeels tegenover al deze mensen. En hoe verschrikkelijk zal het dan zijn dat iedereen weet wat jij hebt verricht, beste broeder en beste zuster in de islam. Iedereen weet wat jij hebt verricht in je wereldse. Dit is een bestraffing die niemand aankan. En dit is een kleine deel. En vervolgens dat deze persoon wordt gegooid in het helvuur. Dus we horen dit gevoel dan ook naar voren te halen. En we horen te weten dat Allah subhanahu wa ta'ala alziend is. Al-basir. Dat hij as-sami' is. Dat hij alhorend is. En wij horen natuurlijk kennis te maken met Allah subhanahu wa ta'ala. En we horen steeds weer onze geloof te controleren. Te vernieuwen door steeds La ilaha illallah Muhammad Rasulullah te zeggen, door veel istighfar te verrichten. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Heb je wat gezien, beste broeder of beste zuster? Heb je wat gezien wat Allah subhanahu wa ta'ala verboden heeft verklaard? Zeg astaghfirullah. Wend je af van de bestraffing van Allah subhanahu wa ta'ala en ga naar de richting, of ga naar de genade van Allah subhanahu wa ta'ala, want dat zal inshallah bi'idhnillahi jouw geluk zijn. Dat zal jouw redding zijn tegenover Allah subhanahu wa ta'ala. En wees ook oprecht, laat het ook zien middels jouw daden. Dus als de iman in jouw hart zit en je wil oprecht berouw tonen tegenover Allah subhanahu wa ta'ala, dan hoor je aan deze voorwaarden te houden. Laat het dan ook zien tegenover Allah subhanahu wa ta'ala. Want hij is onze schepper. Wij zijn afhankelijk van hem. En op de dag des oordeels zullen we dan ook verantwoording afleggen bij hem. Subhanahu wa ta'ala. Ik zal het inshallah hierbij houden. Moge Allah subhanahu wa ta'ala ons laten behoren tot diegenen die berouwvol zijn. Of die berouw tonen bij hem subhanahu wa ta'ala. En moge Allah subhanahu wa ta'ala ons vergeven voor elke grote zonde en kleine zonde. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdih. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tot de volgende aflevering van Wadhakkir en Vermaan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.